gisteren, die meiden gaan niet meer terug. En guess what? Ik heb mijn moeder de foto's en video's laten zien. En zij was zo van, Jasmin, ik moet hierheen. Dus zodoende. Ik heb weer dit opengekrapt. Ik schaam me echt enorm. Maar goed, dat terzijde is niet erg. Maar we gaan lekker nog een keer naar het strand. Ik wil mijn nieuwe burkini aandoen, maar mijn nicht die had geen burkini bij zich. En we gaan nu met de hele familie. Dus ik heb mijn haar uitgeleend, dus ik heb die van gisteren weer aan. Een keer zijn we voorbereid gekomen. We hebben lekker een tent, een tafeltje. En we zitten nu hier, naast de rotsen. Ik heb mijn waterschoentjes aangetrokken. Super sexy. Tante durft niet te zwemmen. Dus kijk hoe ze snorkelt. En goedenavond. We zijn teruggekomen van het strand. Ik heb lekker gedoucht. We zijn nog langs zijn nicht gegaan. En dat is ook weer een heel ander verhaal. Maar imagine dat je getrouwd bent en dat je man je letterlijk naar haar, je ouders huis brengt. En zegt, je hebt 15 minuten. Maar het is 10:15 en wij gaan nu lekker richting Dadelijk Bieren. Want ik heb weer zin in die morozia. Ja, die was zo lekker. Dus dat gaan we lekker eten. En daar zit je dan in je oudje. Voor... Het is zo druk dat we moeten wachten. Besef dat het 11 uur is en dat we moeten wachten om het restaurant in te gaan. Jullie weten van mij, ik praat geen Berbers. Audi even. Rogo. Edika. Juden. De gezinnen, hè? Echt? Missa. Missa. Rogo, noem je haar Isse. Adi. Rogge uit de kei, dan gemist. We zitten nu lekker in het restaurant. Ik ga lekker raad eens. 1, 2, 3. Ik ga morozia nemen. Ik heb weer mijn morozia, pizzetje, tacootjes, pizza en dat is de salade. Ik ga dit echt vreten gewoon. Zeggen dat je nooit dingen dubbel moet nemen, dat is zo. Dus wat is jouw advies? Deze morozia is net niet te eten, jongens. Ik heb het gewoon niet gehaald. Ik heb nu wat tacos besteld, want het is gewoon niet te eten. Dus eigenlijk geen morozia meer nemen bij Dadelijk Bieren, want het is niet te eten. Ik heb nu lekker een tacootje. Ja. Ik lig momenteel in bed. Love Island is naast me. It must be me afspelen. Ik wou nog even gezellig doen, maar ik ben zo moe, jongens. Jullie gaan precies niks beseffen. Ja, ik ben gewoon echt kapot. Maar we hebben lekker gegeten. Die morozia was gewoon echt niet te vreten. Ik heb even gepraat met de chef. En de chef, die vond het inderdaad ook geen echte morozia. Ik dacht, ik zit tegen hem, luister, ik weet wat een morozia is. Ga mij niet vertellen dat dit morozia is. Ga maar, ik zit tegen hem. Het is een deel tajin. Zo ver. 3 verhalen verteld en geen reden afgemaakt. Laat maar. Ik moet gewoon gaan slapen. En dat is wat ik nu ga doen. Ik ga lekker mijn gezicht wassen. Nog even lasha bidden. En dan zie ik jullie morgen. Een hele goede morgen, zonder zorg. Ik ga gelijk deze zonnebril opdoen, want jongens, wat zie ik eruit. Dit is trouwens de zonnebril die ik heb gekocht in Italië, in Florence. Daar heb je een Tom Ford outlet. Ja. In Firenze volgens mij, of tenminste. Net buiten Florence zit die outlet mall en daar heb ik deze dus gehad. Het is een mannenzonnebril, maar ik vind hem echt heel mooi. Ik draag hem alleen veel te weinig. Maar goed, ik ga nu lekker... een beetje ontbijt halen. Van mij hebben we best wel veel brood nog over van gisteren. Vandaag zou ik naar Sardinia gaan, maar ik merk aan mezelf dat ik zo moe ben. Alles loopt achter, zeg maar, heb ik het idee. Dus het is ook heel eerlijk te zijn. Ik ben nu afgestudeerd, alhamdulillah. Maar ik weet als ik thuis kom, ga ik in zo'n zwart gat terechtkomen. Want ga ik fulltime werken? Ga ik heel social media skippen? Ga ik trouwen? Ga ik kinderen maken? Ga ik, weet ik veel wat, iets juist de hele andere kant op en ga ik... Ik weet het allemaal niet en het is allemaal mogelijk en het is allemaal super eng. En ik moet toch wel gaan werken, want ja, ik moet iets van geld binnenkrijgen. Dus het is allemaal, wat ga ik tegen jullie zeggen? Het is exciting, maar het is ook weer tegelijkertijd super eng. Ik denk dat iedereen die afgestudeerd is zich super erg hierin kan vinden. Dat je een soort van idee hebt van wat de fuck moet ik met mijn leven. Vandaar dat al die Nederlanders natuurlijk helemaal lekker op wereldreis gaan en zichzelf gaan vinden. Maar goed, ik heb mezelf inmiddels wel gevonden hoor. Ik moet alleen even kijken wat ik wil doen. Maar goed, inshallah. Ik ga nu even, ik heb 11 kilometer op de tank. Ga ik het redden? Ik zit alleen in Silouan. Het liefst ga ik nu even ergens zitten. Drankje rustig in mijn eentje. Ik heb een mannenslab aan die niet gestreken is trouwens. Gewoon even ontbijten, maar ik kan het niet maken tegenover de rest. Maar ja, oké, ik ga. Ciao, tot zo.
zo lekker hier, hè? In Marokko tanken ze gewoon voor je. Dus dat scheelt echt enorm veel. Dus het scheelt echt enorm veel gezeik eigenlijk. Hallo. Hallo. Kijk. Blijf op slim aan. Hij zag mijn hand niet. Ik ga helemaal stuk. Dat was best wel awkward. Maar goed. Jammer dat we dus dat gewoon niet hebben in Nederland. Marokkanen zijn super camera schuw, dus ik wil niet echt binnen filmen. Maar dit zijn dus een beetje de winkeltjes waar je dan even brood, melk en dat halen. Ik heb me omgekleed. Ik heb de hele dag eigenlijk op het zwembad in de stad gelegen en gechilled. Ik ben lekker bruin geworden. Lekker mijn bikini aangehaald, dus dat scheelt ook wel weer enorm. Voor nu ga ik jullie even mijn outfit laten zien. Ik heb een top aan van de Zara. Een rok, maxi rok van de Naked. En mijn slippertjes. Mooi, het zat erop. Dus we gaan nu lekker naar Mackie. Hey jongens, hij is vriend. Ik ga een stuk even kijken hoor. Hij moet even scherp stellen. Ik ben wel echt gaan doen. Ja. Ik heb dames gewoon geen ja. En. Nee, hij wil niet focussen. Oké. Okay. Nou, waarom? Oké. Okay. Moet ik jij nog even focussen? Ik zit in het weer. Wallah, je hebt niet. La. Hoe was je hier focus? Hou. Ik heb karab. Een goede avond. Maar nicht, ik zeg tegen hem, ik ben al super lang niet op Cornish gewoon wezen lopen. Dit was natuurlijk het dingetje wat je deed vroeger en dat hoor. Dus ik ben hier momenteel op met de Cornish en ik ben gewoon aan het lopen. En het is voor mij heel raar, want waarom loop je zomaar zonder reden? Maar goed, ik ben gewoon aan het lopen. Dus heel, nee, heel interessant is het niet. Maar goed, we zijn on our way. Ik heb een cappuccino en zo meteen komt mijn lava cake. Ze hebben een smoothie en dan heb ik het prachtige uitzicht. Dus ik wil scherp stellen. En dat. Ja. Kijk het uitzicht, jongens. Heerlijk. Een goede morgen, zonder zorgen. Het is ochtend. Het is zo fucking. Ik ben hier aan het is super warm. En we gaan nu richting Syria. Ik ben Syria. Ik kan het doen. 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 Ik kan het zorgen. Zoals jullie zien, ik zit nu in het appartement in Sedia. We zijn bij mijn tante slapen, maar toen eindigden we in een tweekamer appartement met 16 mensen. Dit is nu het uitzicht. En ik ga jullie even op mijn kamer laten zien. Ik heb me al een beetje geruineerd, maar hier ga ik met mijn nicht samen slapen. En dan gaan we dit allemaal doen. Anyway, ik ga nu lekker het strand op. Ciao! Hallo allemaal, ik heb gedoucht. Ik heb nog een klein beetje op. Ik vind het grappig. We zijn nu op zoek naar even een plekje waar we lekker kunnen eten. Ik ben een beetje moe. Ik heb morgen ook echt een meeting om 8 uur 's ochtends. 9 uur Nederlandse tijd. Maar goed, dit is mijn broertjes in muzieksmaak. And I wonder
If you know what it means, what it means, you're super vet. Nee, het is echt super gezellig allemaal. Zalig. Ja, we lopen door. En nee, ik had het niet van gehad. Ja, tenminste, ik was vergeten hoe gezellig het was in de avond. We gaan nu even lekker eten. En ja, een beetje het vibe of zo, wat je hier hebt. Dus gewoon, ik ga een beetje doorlopen vloggen. Ik heb heel veel scheid momenteel. Oh, ik zak echt letterlijk door de grond. Mooi, ik ga echt stappen. Het is echt heel awkward. We waren hongerig, maar ik heb hier een soort van twisterachtige KFC iets. Mijn broer, nou, de rest heeft ook iets met de kip. En het is eigenlijk best wel heel lekker, dus ik zou zeggen, dan kom ik hier langs, want het is best wel lekker. Hey Derek, hoe zit je net van? Nou, dit is de stag. Dit is de stag. Ik heb net vijf tafels. Ik heb net vijf trappen omhoog gelopen, maar dit is dus de tent. De stag met. Dit is de stag van mijn tante. En ja, ze heeft hier dus een tent ingezet. En Sarah aan zo'n dingetje, heel schattig. En ja, een stag is zeg maar een open dak. En het is eigenlijk gewoon een open dak, zei. Maar dit is zeg maar een beetje de view. Een stag met een dichte dak, maar dat noem je gewoon een verdieping. Idi, je doet kale stoer, broer. Een hele goede morgen. Het is inmiddels 8:10. Ik had een meeting om 8:00. Maar volgens mij gaat het niet door, maar prima. Het is wel lekker rustig. Mijn ouders, die zijn echt, dat zijn echt vroege vogels. Die lijken wat dat betreft, of tenminste ik lijk op hun. En die zijn ergens lekker ontbijten, dus ik ga ze lekker volgen. Wat moe. Maar goed, ik heb wel echt super veel zin in vandaag. Ik ga super snel richting mijn ouders. Ik heb een Fendi sjaal om. Deze bruine overslagjurk. En deze Hermes slippertjes. Dit is echt typisch Marokkaans. Ik bestel een cappuccino en ik krijg met slagroom erop. Gewoon echt een heerlijk vibe hangt er hier. Hallootjes, lieve schatjes. Het is echt super warm en mijn haar ziet er niet uit. Maar ik sta nu voor het huis, want ik ga even mijn nichten ophalen. Dan gaan we even met z'n allen ontbijten. Ik was even net gaan ontbijten met mijn ouders. Even lekker alles besproken. Ik weet het, man. Aan de ene kant denk ik, op vakantie gaan met je ouders is soms echt hoofdpijn. Maar dan zit ik zo lekker te ontbijten. En dan ga je toch, je bespreekt toch dingen. En toch is, het is toch een andere vibe tussen je ouders als je gewoon met hen op vakantie gaat. Dus ja, dat eigenlijk. Vandaag ook eigenlijk zitten in een beachclub hier ergens op Cedia. Maar ik ga gewoon heel eerlijk met jullie zijn. Een beetje het idee wat ik heb van Cedia is natuurlijk, het is natuurlijk heel dubbel. Het is heel erg familieachtig. Je kan met je gezin hier komen. Lekker strand, lalala. Maar het heeft ook een hele andere kant. Als je dat ook bedoelt. En ik wil niet in zo'n soort van Marrakesh, Nikki Beach-achtige setting komen. Want dat is gewoon niet mijn ding. Maar ik wil wel gewoon lekker een leuk lichtbijtje. Een mooi mocktailtje. Een lekker chillen. Een leuk muziekje op de achtergrond. Dat is waar een beetje waar ik naar op bezoek ben. Een hele goede middag, avond, geen idee. Ik heb lekker de hele dag op het strand gelegen. Of tenminste, toch is wel, maar eigenlijk meer. Zie je het verschil? Dat is echt heel erg. Ik moet echt even bij gaan kleuren. Maar ik heb nog maar een paar dagjes. Ik heb snel gedoucht. Ik heb snel even weer dit dingetje aan. Want het is eigenlijk het enige wat ik een beetje heb meegenomen. Wat betekend is, besef ik mij net. De rest is een beetje meer voor de avond, dus dan wat ik bedoel. Maar goed, ik heb nu snel een meeting. Ik sprint even snel naar een cafeetje waar ik even goed internet heb. En eigenlijk is dat het wel. Vanavond heb ik een diner staan met een vriendinnetje. Of ons vriendinnetje. We kennen elkaar letterlijk alleen via social media. Maar ik dacht leuk. En dat was het eigenlijk. Ik heb het super leuk gehad. Ik ben lekker weer bezig peddelen met mijn paddleboard. De, hoe zeg je dat? Metanageur. Een lifeguard. Hoe zeg je lifeguard? De zeewacht. Weet ik veel. Hoe zeg je dat? Reddings. Weet ik veel. Anyway, hem en ik ging hem een beetje leren paddleboarden. Dat was echt super gezellig. Dat was echt heel leuk. En dan ging zeg maar op een gegeven moment, dacht ik best wel van wow, ik kan hier echt veel sneller mensen mee redden. En toen dacht ik van ja, in Australië doen ze dat wel. Toen zei ja, de koning gaat dat natuurlijk voor ons niet betalen.
vind ik wel erg spijtig om te horen. Maar goed, dat terzijde. Ik ga nu snel die meeting hebben. Ciao. En goedenavond allemaal. Ik heb dus die meeting gehad. En wat ga ik tegen jullie zeggen? Daar is veel uitgekomen. Waaronder ook dat ik ga stoppen met vloggen. Ja, dat eigenlijk. Dus dit zijn ook de laatste vlogs die je voorbij zal zien komen. Dit is denk ik ook de laatste. Ja, ik denk dat ik het gewoon gelijk afzet in Marokko. En ja, ik heb een beetje ongeveer een jaartje een kijkje in mijn leven gehad. Met master en school. Dus met mijn master, het werk, social media. Hoe dat ik een beetje al die ballen hoog hield. Maar nu gaat mijn focus ergens anders naartoe. Ik, ja, moet ik zeggen, ik ben niet per se tevreden, maar ik ben, nou ja, ik weet het allemaal niet, weet je. Ik ben afgestudeerd, ik kan zo meteen elke kant op die ik wil. En dat is een beetje eng tegelijkertijd, is nog wat ik bedoel. Anyway, ik ben even naar huis gegaan. Ik heb een klein make-upje opgedaan. En ik ga zo dus even lekker chillen, zitten en eten met een vriendin. Ik weet alleen even niet wat de vibe is. Ik wil denk ik gewoon lekker... Nee, ik weet niet. Zo. Een hele goede morgen. Ik heb het gisteren een klein beetje... Wow, een beetje vies. Ja, ben ik weer. Ja, nee, een hele goede morgen. Ik heb het gisteren, zoals je ziet, een beetje laat gemaakt. Maar wel super gezellig. En nogmaals, ik was helemaal vergeten hoe leuk eigenlijk zij die heet. Beetje spijt eigenlijk dat ik zo lang in de nodder heb gezeten, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar nee, ik heb het super gezellig gehad met haar. Het was heel, ja, nogmaals heel leuk gezellig. Ik heb kapot gelachen. Maar goed, voor nu ga ik mijn spullen pakken, want ik ga naar het andere huis. Mijn ouders gaan als het goed is vandaag weg. Ik blijf nog even één nachtje. Ik ben zo erg aan het twijfelen of ik moet bijboeken of niet. Aan de ene kant, ja, waarom niet? Geniet. Aan de ene kant, mwah, zo goed geweest. I can go home. Dus ik ben een beetje in dubio. Ik ga zo stuk. Ik zeg typisch werken met Marokkanen. Ik ben een beetje vroeg wakker. Een beetje vroeg. Ik was 7:30 wakker, want ik had om 8:30 Nederlandse tijd de meeting. En hij hebt nu om 9:30. Nederlandse tijd, voor mij 8:30 dus. Ben je al klaar? Ik wil mensen echt neersteken. Op dit moment. Maar goed, ik ga dus nu toch niet dit inpakken. Ik ga snel even kleren aandoen. Ik ga snel naar een cafeetje en ik ga daar die meeting houden. En die gaan wij gebruiken in onze meetings. Of zijn in die lijn. We zijn aangekomen in de beachclub. Super schattig uit, dat wel. Ik ga jullie even de ingang laten zien. Het is wel een eindje lopen naar het strand. Maar het chillen is dat het wel natuurlijk een privéstrand is. Fit Le Royce. Normaal is de entree iets van 500 dirham per persoon. Maar het is super leeg. Het is letterlijk. Er zijn 2 mensen. Het is gewoon natuurlijk een hele beachclub voor jezelf. Super chill.
Hoe ik dit aan het editen ben, even voor jullie wat context. Op het moment dat er politie is op de weg in Marokko, dan doen we eigenlijk een soort van een signaalsysteem met groot licht naar elkaar, zodat andere mensen op de tegenweg weten van, hey, ik moet even letten op mijn snelheid en hoe ik rij, want verderop is dus politie. En dat zien we dus hier doen. Oh, het is een kusje tegen mijn zin. Kusje tegen mijn zin. Zijn jullie onze kip? Zimmera. Ah, ik ben er nog steeds aan het laten. Anna, het is geen idee waar gaat hij. Ik ben hier in Hollanda. Hoe gaat het met je door? Wat is het? Maar waar is dit kom in gaten? Wat is je dan? Een hele goede morgen, beste mensen. Het is 5:30. Ik heb een paar dagen niet gevlogd. Ik weet niet wat überhaupt het laatste is wat ik heb gevlogd. Heb ik het terugweg van Saidia? Ja. Het laatste dat ik heb gevlogd is dat ik terugkwam van Saidia. En als er een soort van een flitser is of wat dan ook op de weg naar. In Marokko, als er een flitser is, dan willen we elkaar waarschuwen. En dan doe je grote lichten in de weg. En dan ging ik, ja, ik kwam dus een flitser tegen. En ging ik gewoon van die grote lichtjes geven. En nou, heel leuk om de reacties te zien. Iedereen geeft je even een handje of een, weet je wel, dus dat is wel even grappig. Maar goed, sinds ik terug ben heb ik het eigenlijk even heel rustig aangedaan. Want de laatste dag in Cedia heb ik eigenlijk mijn grote teen gebroken. Heel random. Ik was op een strandclub. En nou ja, het gebeurde. En ook. En omdat ik dus gel nagels heb, is ook mijn hele teennagel eraf. Dus ik loop mank. Ja, ik merk ook echt aan mezelf. Nee, vriend, ik moet er eerst langs deze condoor, jongens. Want dit gaan we niet doen. Kijk hoor. Zo, laat me eerst even er langs. Ja. Nou, dit is de Silhouette. Oh, zo'n mooie Silhouette. Echt, de wegen zijn zo kapot dit jaar. Even serieus. Kijk, wat moet dit voorstellen? Wat moet dit voorstellen? Maar goed. Ik ga zo even geld pinnen. Kapot van Nederland is weer in Silhouette trouwens. Maar ja, dat eigenlijk. Ik ben daarnaast ook heel erg ziek. Ik weet niet of je het ook hoort aan mijn stem. Echt, die airco heeft mij kapot gemaakt. Maar al met al super leuk en gezellig gehad. Lekker gegeten in Cedia. Echt, Cedia is echt... Ja, ik was oprecht vergeten hoe leuk het was. Maar even die airco aanzetten. Ik ben helemaal dood aan het gaan hier. Dat is zo dan leuker. Ja, dat eigenlijk. En voor nu... Oh, jeetje. Want niet alleen in Nederland kan met een verpleegkundige tekort, ook Marokko met deze spullen. Het is gewoon een kleine donatie, gewoon iets kleins. Waardoor we gewoon mensen kunnen helpen, zodat ze gewoon meer verpleegkundigen kunnen opleiden. Dit is slechts iets kleins wat we hebben gekregen van het ziekenhuis. Mocht jij iets hebben waarvan je denkt, hey, dat kunnen ze gebruiken tijdens de opleiding verpleegkundigen, laat het ons weten. Ik ben weer terug aan Nador en vandaag gaan we een sushibox uitproberen. Ik heb hier een homemade cocktail. Dit is hoe de sushi eruit ziet. We beginnen met de crispy rice. Dan hebben we deze. Ik vroeg om sojasaus, hè? Besef. Dit is hun sojasaus. Dit is gewoon net als teriyaki saus. Mag ik? Nu gaan we deze proberen. Weet je hoe ze soja noemen in Marokko? Soja. Dus daarom verstond hij mij niet. De laatste die ik niet heb geproefd is avocado en gaan. Smullen. Weer de volcano. Smullen. Ja.
من صغري ماما كتقول لي ما تبقاش تقيسي في الكلاب، ولكن انا ملي كنكون في المغرب ما نعرفنا عليه كيبقى فيا مساكن. المهم عطيت له شويه ديال الماكله وغسلته، درت له واحد البلايصه فين يقدر ينعس، ونهار اللي موراه ديته للفيتيرينير حيت بغيت نعرف واش مريض واش كلشي مزيان. ها هو مسكين كان شويه خايف. من موراها درت له شويه ديال الريسيرش، قلباتو لقينا فيه لي شامبينيو. او ماي جاد شحال بقى فيا هنايا، او ماي جاد بقيت كنبكي ما قديتش. دابا انا كنقلب في الحقيقه على شي واحد اللي يقدر يتبناه هنا في جهه الناظور. المهم اللي كتعرفوا شي واحد اللي يقدر يربيه، انا نخلص له كل شيء غير تقدر تربيه، حتى انا ما قدرتش نديه معايا للخارج عافاك. Zo bestem. Ik dacht misschien wel zo netjes om nog even een soort van een afrondende achtige klets momentje te hebben met jullie. Nou ja, de laatste keer dat ik heb gevlogd volgens mij was het één chaos. Mohim. Uiteindelijk wat er is gebeurd is dat ik dus meteen uiteindelijk niet heb gebroken. Maar mijn hele teennagel die lag eraf. Dus toen dacht ik oké, weet je wat, ik ga naar Nederland. Laat maar skip, want ik wou dus een weekje bijboeken. Maar goed, toen moest ik mijn koffer inpakken. En dit klinkt misschien heel decadent, I know. Maar toen dacht ik aan mezelf, ik heb zo geen zin om mijn koffer in te pakken. Ik ga gewoon een paar dagen erbij doen. En toen ging ik kijken en toen dacht ik, de prijs van 2 dagen erbij is hetzelfde als een week. Toen heb ik een week bijgeboekt. Toen ben ik die week lekker naar Sedia weer gegaan. Samen met mijn nicht en mijn tante. Anyway, we hebben daar een amazing time gehad. Ik heb daar echt gelachen, mooi, ik heb het geweldig gehad tot de laatste dag. Want ik was de laatste dag, was ik nog bij een beach, de ene laatste dag was ik bij een beachclub. En ik wist, ik was me er niet van bewust dat je geen watermeloen kan eten in Marokko in de zomer. Want we eten het toch altijd in de zomer daar. Maar goed, dat is natuurlijk degene die mijn vader vers haalt. Niet wetende dat je dat nooit moet doen bij een restaurant. Dus ik heel leuk in de beachclub lekker watermeloen naar achter geschoven. En de volgende dag had ik gewoon zware voedselvergiftiging. Ik wist niet eens of ik het vliegtuig in kon. Ik was echt nog nooit in mijn leven heb ik me zo lamlendig gevoeld. Dus dat was even pittig. Heel eerlijk gezegd. Maar goed, uiteindelijk pilletjes naar achter geschoven. Antimisselijkheid, anti dit, anti zus. En gewoon het vliegtuig ingegaan. En toen aangekomen in Nederland. Dus, maar ik sta nog steeds achter de keuze dat ik stop met vloggen. Ik heb het een jaar met oprecht veel plezier gedaan. En als ik ook terugkijk, denk ik, oh my god, ik heb al deze memories gewoon nog steeds. Dus ik denk, ik gooi lekker deze laatste vlog eruit. Misschien als ik ooit weer een keertje zin heb. Dat ik denk bij mezelf, laat me het weer een keer doen. Maar ja. Dan weten jullie dat. Volgens mij boeit het letterlijk niemand. Maar ik stop er gewoon mee. Ik voel me er niet per se helemaal zo lang bij meer. Ik vind het niet meer heel leuk. Dat eigenlijk. Ja, volgens mij heb ik alles wel gezegd wat ik wou zeggen. Ja. Anyway. Volg me blij. Je kan me blijven volgen op TikTok, Instagram. YouTube gaat dan even een stapje achteruit. Misschien iets nieuws wat erbij komt. Misschien niet. Maar ik wil me nu even focussen op een beetje mijn carrière eigenlijk. En mijn carrière niet als influencer. Maar nee, echt mijn carrière als in. Hè, ik heb jaren gestudeerd en daar wil ik gewoon wat van maken. Dus dat eigenlijk. Ja, ik ga dit nu gelijk editen. En dan kan ik die vlog eindelijk online knallen. Want ik ging laatst kijken van de laatste video die ik heb geüpload van Marokko is alweer een maand terug. We zitten in oktober. Praat over de zomer. Ik weet het, ik ben een beetje laat. Maar goed, ik had echt veel temmeren aan mijn hoofd. Ja, lang verhaal kort. Ik ga door. Trouwens, deze zondag, het family event. 8 oktober. Kom lekker langs. Ik sta daar met lekker eten. Herrera, Bastilla. Je kan superveel ondernemers staan er trouwens ook. Heel gezellig. Ja, dus ga je lekker shoppen bij al die andere ondernemers. En dan om die dag af te sluiten, kom je bij mij. Herrera, Bastilla, Marokkaans eten.
Lekker. Mohim. Ik zie jullie dan wellicht zondag. Het family event 8 oktober. Ik doe een link hieronder waar je tickets kan halen. Volgens mij echt 5 euro. Anyway, het wordt super gezellig. Ik wil jullie altijd... Trouwens, ik wil iedereen die me heeft gevolgd. Weet toch, een paar mensen hier en daar. Ja, krijg ik een DM binnen van... Waar blijven je vlogs? Waarom ben je gestopt met vlogs? Anyway, dat. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Want ik waardeer het super erg. Ik vind het nog eens raar. Ook al is het misschien 1000, 2000, 3000, 4000... 5000 man ongeveer die naar mijn video's kijken. Denk ik, ja, dat is toch wel 5000 mensen, Jasmin. Besef ik niet. Klinkt heel weinig in mijn hoofd. Maar goed, ik wil jullie wel allemaal bedanken voor het kijken. Ik vind het wel natuurlijk super lief. En nou, het is ook gewoon jullie tijd die jullie naar mij hebben gekeken. Anyway, maar zonder sentimenteel te worden en zo. Wil ik jullie gewoon heel erg bedanken. Ik zou zeggen, volg me op TikTok. Daar zou ik ook nog altijd wel actief op blijven. Maar voor nu, YouTube gaat een stapje achteruit. Dus ja, dat ik heb alweer te genoeg gepraat. Anyway, slap is doing it.